Het boek heet Yes, een crisis. Toeval of niet, vorig jaar verscheen dit boek van oud-hockeycoach Mark Lammers. Yes, een crisis. Die crisis is voor ons aanleiding om de vraag te stellen, is het tijd voor een echte minister van sport in Nederland? Ja, en de hoogste tijd zou ik bijna zeggen op dit moment. Ja, het is wel weer een mooie kans, hè? Wat mij betreft wel. Tot aan de val van Balken en de Vier was minister sport ondergebracht in een zogeheten deelministerie. Ja, nou, er is niet zoveel mis met de mensen zelf. Als wel het feit dat het dus dan altijd laag op de agenda komt te staan. In het buitenland is dat heel anders geregeld. De meeste toplanden in de Olympische Spelen hebben ook allemaal een minister van sport. Die hebben duidelijk een eigen portefeuille, een eigen budget. En daar gaan ze het zo goed mogelijk mee doen. Maar daarnaast is het ook gewoon een dagelijkse levensvervulling voor heel veel mensen. En in toenemende mate. Dus ja, het is zoiets natuurlijk, zoiets belangrijks. Dat moet gestimuleerd worden. En dat kan volgens mij alleen een minister. Met bijbehorend zelfstandig ministerie kan hij of zij ook serieus aan de slag om bijvoorbeeld de Spelen van 2028 binnen te halen. Willen we van Nederland een sportland maken, willen we van Nederland een kans hebben om de Olympische Spelen in Nederland te halen, nou dan vind ik dat kan je er al niet omheen. Dan moeten we nu iets doen en dan moeten we niet wachten. En dan moet je sowieso moet je daar een belangrijkheid aan geven. En dan zou een minister van Sport de eerste stap kunnen zijn. Ons drietal heeft ook nagedacht over het poppetje. Wie zou de eerste minister van sport moeten zijn? Nou, dat vind ik een heel, heel lastig verhaal. Dat zou zowel een ex-topsporter kunnen zijn, maar dat zou ook een topcoach kunnen zijn. Denk aan Guus Hiddink. Ja, we hebben genoeg Joop Albeda. Denk aan iemand als Richard Krajicek volgens mij. En wie weet, Pieter van Hoogenband. Die vind ik er veel te jong voor, zou ik heel eerlijk zeggen. De twee gouden Olympische coaches, Lammers en Verharen, hebben zelf... Nee, Jaco Verharen is fulltime... Nou, dan denk ik dat het een beetje te vroeg komt. Omdat, geen belangstelling. Dus die heeft voorlopig geen tijd.